We gaan even naar het gemeentehuis betalen. Dat kan tussen 10 en 1 uur. Nee, dat is niet waar. Oeh, ik denk dat het nu tijd is om koffie te drinken. Zo, vanaf grote hoogte, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering uit onze serie Avontuurlijk Overwinteren. Ja, en of dit avontuurlijk is, daar valt natuurlijk over te discussiëren. Maar goed, we hebben het gewoon zo goed naar onze zin hier. Ja, en hoe komt dat? Kijk eens even, prachtig weer, al wekenlang. We hebben een fantastische plek, we hebben de zee, we hebben rust. Het is gewoon genieten geblazen. Iedere dag vragen we onszelf weer af, wat gaan we doen? Gaan we rijden? Of blijven we nog een dagje? Tot nu toe blijven we iedere dag nog een dag. Dit is de laatste dagen wel een van mijn favoriete plekjes geworden. Hier op deze scheidsrechterstoel is het bijna. Heerlijk over de zee heen uitkijken. In de verte zie ik zelfs schepen varen. Je ziet daar de haven van Sagunt. Ja, er is altijd wat te zien. Dus dit is voor mij echt wel lekker om hier iedere dag een half uurtje te gaan zitten. Goed, wat we allemaal mee gaan maken in deze video, we weten het nog niet. Maar hoe dan ook, heel veel plezier bij het kijken. Het is weer een nieuwe dag en vanmorgen hebben Wilma en ik besloten om weer te gaan rijden. Hoe mooi het hier ook is, hoe fijn we het hier ook hebben. Het is tijd om weer wat nieuws te gaan doen. Dus we gaan inpakken, gaan opruimen en dan zie ik jullie na het kaartje en na de rijdende beelden terug op onze nieuwe plek. Ja, en waarom gaan we weg? Het is hier nog steeds wel heel mooi weer. Dus daarvoor zouden we niet weg hoeven gaan. Maar goed, dat bloed dat begint weer te kriebelen. Dus het wordt toch echt tijd om weer een ander plekje te zoeken. We zijn weer op een plekje die we goed kennen en wat ook een geliefd plekje van ons is, Belus. Dat ligt zeg maar onder Valencia. Ja, we komen hier graag en helemaal nu, want de weersvooruitzichten zijn voor de komende dagen echt ook nog volop zomers. Ja, en dan moet je niet te ver gaan rijden, want hier is het goed. Dit is een mooie plek. We hebben het al vaker laten zien, we hebben de hele omgeving al laten zien. Maar we willen gewoon lekker even een paar dagen genieten van het prachtige weer. Ja, wat wel jammer is, is dat de landgenoot achter ons zijn camper overdwars heeft neergezet. Waardoor natuurlijk de mooiste plekken weer weg zijn. In zijn eentje houdt hij 3 plekken bezet. Ik heb hem wel even gevraagd van, goh joh, zou je hem nou niet anders neer willen zetten? Nee, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou ja, het is niet anders. We hebben hem op een andere plek gezet en daar staan we ook best wel goed.
Wij hebben onze camper hier neergezet in de lengterichting. En we zijn eigenlijk ook niet anders gewend op deze plek dat campers in de lengterichting staan. Op die manier kunnen er ook de meeste campers staan en is er eigenlijk voor iedereen wel een plekje. Nou, ik zie daar ook alweer reserveergedrag. Er zijn 4 plekken met stroom. Die zijn natuurlijk heel geliefd. Ja, en als je even weg moet, dan zet je gewoon je stoeltjes neer. Je laat de stekker erin zitten. Je legt van alles op de grond. En dan ziet het eruit alsof jouw plek gereserveerd is. Voor de mensen die deze camperplaats nog niet kennen, zal ik nog heel eventjes laten zien wat hier allemaal is. Ja, vanuit de dronebeelden heb je al kunnen zien hoe de camperplaats eruit ziet. Je ziet dat ze hier dus allemaal in de lengte staan. Toen is het bijna allemaal. En hier zien we een soort, ik noem het maar even een uitwijkterrein. Hier zie je ook wel eens campers staan en dat is vooral als de, ja, zeg maar de camperplaats daarachter, als die vol staat, dan staan ze hier ook. Nou, hier heb je dan de verzorgingsplaats. Je kunt hier water tappen, je toilet schoonmaken, grijs water legen. Ik heb het water al even geproefd. Chloorsmaak valt erg mee, moet ik zeggen. Daar durven wij best wel koffie van te zetten. En daarnaast zie je nog een aantal containers staan. Container voor het plastic, eentje voor het papier en eentje voor verpakkingen. En geen container voor het afval. Hier staat een bord, daar staat informatie op over het afval. Je moet een QR-code halen bij het gemeentehuis en dan kun je daar je afval afgeven. En het is dus niet de bedoeling dat je afval hier bovenop de verpakking container zet. Vandaag is het dag 49 van onze reis. Dat betekent dat we 7 weken onderweg zijn. En het betekent ook dat we 7 weken lang niet aan de walstroom hebben gestaan. Dus we hebben 49 dagen onszelf voorzien van stroom. En dat hebben we gedaan door middel van het rijden natuurlijk. Dan laat de accu op. Maar ook vooral door middel van het zonnepaneel wat je daar ziet staan. Het opvouwbare zonnepaneel. We hebben ook nog een zonnepaneel op het dak van de camper, maar die doet op dit moment niet zoveel meer vanwege de lage zon. Ja, waarom is dit zo succesvol? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het materiaal, dat ten eerste, maar ten tweede, de zon. De zon die schijnt al wekenlang onbelemmerd, nu ook weer. En zonder zon natuurlijk geen opladen van je accu, dus dat heeft heel erg meegezeten deze reis. Maar ja, we hebben dus wel ervaren dat je dus gewoon wat stroom betreft helemaal zelfvoorzienend kunt zijn, mits je de goede spullen en mits je goed weer hebt. Het is op het moment zelfs zo warm dat we de schaduw moeten opzoeken. We kunnen niet in de zon zitten. En dat is natuurlijk extreem voor deze periode van het jaar. En op zich geen probleem natuurlijk, we zoeken gewoon lekker de schaduw op. En straks tegen 5:30 dan begint het langzaam te gaan schemeren en dan wordt het donker en dan wordt het wel frisser. Maar overdag op dit moment, ja, moeten we gewoon echt een plekje in de schaduw zoeken. Nou, geen enkel probleem natuurlijk. Ja, goedemorgen zeggen we dan, want het is weer een nieuwe dag. En kijk eens, we staan op een andere plek. De buren zijn weggegaan en voor zover er een situatie was, die situatie is er niet meer. Dus ja, we hebben er natuurlijk aangenaam van geprofiteerd en onze camper nu hier neergezet. Op de manier zoals het moet. En we gaan nu even naar het dorp, want wat gaan we doen? Ja, we gaan even betalen, kijken of we brood ergens kunnen kopen. En ik denk dat we ook wel gaan koffie drinken in het dorp. Soms heb je van die plekjes, daar wil je gewoon steeds weer naar terug. En Willoes is een van die plekjes waar wij steeds weer naartoe gaan. Want dit is al de 3e keer. En de 1e keer, kan ik me nog heel goed herinneren, was hier een processie in het dorp. En dat was gewoon heel mooi om mee te maken. En begin dit jaar waren we hier, toen waren we alweer op de terugweg. Nu zijn we nog steeds op de heenweg, maar toen waren we op de terugweg. En toen kwamen we hier. En toen liepen we hier langs en toen was het hek open. En toen zijn we natuurlijk even gaan kijken. En wat zagen we hier? Gekleurde duiven. Vliegen met gekleurde duiven is een nationale sport in Spanje. De duiven werden losgelaten en die vlogen prachtig in rondjes. En daar hebben we ook een video van gemaakt. En Erik zal even onder deze video het nummer van die video zetten. Dan kun je dat nog eens terugkijken. En als je goed luistert, dan hoor je de duiven zelfs koeren. Hier
lopen we het dorp in. We gaan eerst even naar het gemeentehuis om te betalen. Dat kan tussen bepaalde tijden en ik dacht dat het nu tussen 11 en 1 was. Maar we zullen het zien. En als we dan op dit plein staan, waar heel veel auto's op dit moment zijn, en je kijkt de video terug die we gemaakt hebben over de processie, toen was het helemaal leeg. Nou ja, dat is niet waar. Er stonden geen auto's. Er stonden allemaal stoelen en de pastoor die deed zijn dienst. En uit dat smalle straatje voor mij, daar kwam een levensgrote Maria aan. En van de andere kant, achter mij, kwam een hele grote Jezus. En die ontmoetten elkaar hier op dit plein. Oeh, dat was wel heel bijzonder om mee te maken. Hola. En als je hier kijkt, februari 2022 was dus de processie. En dit is er als herdenking gemaakt. En wij waren erbij. Ja, hier staat het inderdaad ook. Het gemeentehuis is open tussen 11 en 1. En dit is het kantoortje waar we gaan betalen. Wanneer zijn wij aangekomen? Wat was het gisteren? 14:11. Oh, hier is wel net iets. Het is gelukt. We hebben betaald voor een paar nachten. Dan krijg je een bewijsje mee en dat hang je aan je voorruit. Maar kun je nou niet tussen 11 en 1 betalen? Dan kan je hier natuurlijk ook gewoon naartoe lopen. En het in een envelop stoppen, je geld voor de overnachtingen die je bent. En dit kost tenslotte maar 2 euro zonder elektriciteit. 5 met elektriciteit. Je gooit het hier dus in de brievenbus. En dan sta je tenminste legaal. Dan wil ik jullie nog iets laten zien. Want Erik heeft waarschijnlijk al laten zien dat je op de camperplek je vuilnis niet meer weg kan gooien. Daar krijg je een QR-code voor. En hierachter staan de tonnen waar je gewoon je vuilnis in kan gooien. Ik denk dat het nu tijd is om koffie te drinken. Dit is dat smalle straatje waar Maria doorheen gemanoeuvreerd werd. En het was echt manoeuvreren. Het was wel heel spectaculair om te zien. En als ik hier zo loop, dan zien we natuurlijk ook weer wat nieuws. Er is hier een prachtige muurschildering gemaakt. En je kan ook wel zien dat hij er nog niet zo heel lang op zit. Want de kleuren zijn nog zo mooi. Prachtig hoor. Ja, koffie drinken, dat is bij ons, dat kennen jullie inmiddels wel, vaak toch koffie met iets erbij. Want ja, dan zitten we daar en dan zien we de menukaart en denken van ja, toch eigenlijk ook wel heel lekker hè. Ja, en het is tenslotte ook tijd om te eten. Dat bedoel ik wel. Ja. Ja. Nou ja, we zijn een kwartiertje vroeger als anders hè. Oké, okay, blijven we wel een kwartiertje lang zitten. Ja, zo is het. De uitdaging is hier om te bestellen en te vertalen, want je hebt hier meerdere talen. Je hebt hier namelijk Spaans natuurlijk, maar je hebt hier ook Valenciaans. En dat we nog steeds in de regio Valencia zitten. Ja. En dan is er nog een taal in Spanje, dat is Baskisch. Dus ze spreken eigenlijk 3 talen in Spanje. Ja, en misschien nog wel meer, maar daar weten wij niet van. Hè? Ja, en vergelijk het maar een beetje met Nederland-Friesland. Ook dat een taal is. Nou, Valenciaans is een taal. En dat is eigenlijk heel anders dan Spaans. Ja. Dat is ook de reden dat ze niet zo goed Engels praten, denken wij. Ze hebben er gewoon geen tijd voor om dat te onderwijzen. Want ze moeten al zoveel talen leren. En Engels vinden ze gewoon minder belangrijk. En dan had jij nog iets over die... Ja, ik zei nog even, want we kregen die QR-code en er stond een heleboel tekst bij. En dat heb ik eens even gelezen. En dat is in het Engels, dus dat kan ik heel goed lezen. Het Spaans lukt ook wel een beetje. Maar ja, ik heb mijn Fasco natuurlijk weer niet bij me. Maar hier wordt dus verteld dat er een wet is aangenomen dat het afval niet meer bij de containers gegooid mag worden. Dat moet ondergronds. En vandaar dat er alleen nog maar papier, glas en plastic bij de camperplek opgeruimd kan worden. Maar de rest niet en dat moet je in het dorp kwijt. Staat er in die wet dan ook dat je geen afval, geen wagens met puin, aanhangers met puin en wc-pot en alles zomaar aan de kant van de weg mag Dat weet ik niet. In de rest van Spanje? Dat weet ik niet, dat staat hier niet bij. Maar het is een goed begin in ieder geval, hè? Dat bedoel ik maar. Ja. Maar ja, en nu moet iedereen zich er nog aan houden, want we hebben wel gezien hè, wat voor puinzooi het daar weer was. Ik heb het al laten zien, bovenop de papiercontainer, zakken met afval. Leggen ze gewoon een zakken met afval neer. Hè? Nou ja, goed. Je moet ooit ergens een keer beginnen. Ja. Oh, het eten komt eraan. Lekker. Een broodje met vlees en kaas en lekkere saus erbij. We laten het ons lekker smaken. Wilma zit Nederlands te praten met een Spaanse kat.
maakt allemaal niets uit. Spaans, Nederlands, een kat verstaat mij toch niet. Oh ja. We zijn natuurlijk nog nooit in deze tijd van het jaar hier geweest. En nu zien we dat er allemaal nog olijven aan de bomen zitten. En dat is wel grappig. Hier zijn twee kleuren. Onder zijn ze groen en hoe hoger je komt, daar worden ze zwart. Dus als ik mijn logische verstand ga gebruiken, dan denk ik dat er pas geoogst gaat worden als deze ook zwart zijn. Dit is echt volle bak genieten. Met dit weer, prachtig. Kijk Wilma, die zit daar in de schaduw, want het is gewoon te warm om in de zon te zitten. Strak blauwe lucht, ja, het houdt maar niet op. Het is echt onvoorstelbaar, zo lang, zo goed weer. En dan de rust, want ja, het verbaast ons dat er niet meer campers staan. Meestal zijn we hier in het voorjaar op de terugreis. En ja, nu valt het gewoon heel erg mee met de drukte. Of met de drukte, het is gewoon ronduit rustig. En dat begrijp ik eigenlijk niet, want het is een fantastische plek. Je hebt hier alles, je hebt verzorging, als het nodig is en je doet een beetje je best. En dan heb je ook nog stroom. Nou, wij hoeven dat dus niet. Maar ja, er is eigenlijk niks wat niet klopt aan deze plek. Tenzij je natuurlijk heel veel drukte, heel veel vertier en de zee zoekt, want daar moet je toch wel een stukje voor rijden. Gandia is trouwens 40 kilometer hier vandaan, dus zo heel ver zitten we ook nog niet eens het binnenland in. Maar wij zijn er wel achter waarom dit zo'n fijne plek is voor ons. Het is gewoon heerlijk rustig. Je kunt lekker je gang gaan. Je kunt hier legaal gewoon lekker met je stoeltjes buiten zitten. Mag gewoon campinggedrag. Ja, en je betaalt hier bijna niks. €2, hè, zei Wilma op het gemeentehuis. En met stroom zelfs maar €5. Nou ja, waar vind je dat nog? Het zal me benieuwen hoe het in het weekend is, want dan is dit ook wel een plek die bij Spanjaarden geliefd is. Er zijn hier ook allerlei barbecue, ja, picknicktafels en barbecues gemetselde. Dus dan is het in het weekend wel een ontmoetingsplaats voor Spanjaarden. Maar ja, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar gezelliger. Het is pannenkoekentijd. Ik ga pannenkoeken bakken. Dat ga ik doen op ons elektrische plaatje. Ten eerste, omdat we stroom genoeg hebben. De accu is alweer helemaal vol. Even een tip tussendoor. Als je zo'n zonnepaneel koopt, dan is het wel slim om daar een verlengsnoer bij te hebben. Want kijk maar, hij staat zeker 10 meter van de camper af. Standaard is het snoer 5 meter. Nou, met verlengsnoer heb ik altijd genoeg snoer om hem in de zon te zetten. Maar het betekent ook dat we nu in de zon staan, dat het plaatje aan het eind van de camper af staat. En ik moet wel stroom hebben, dus dat wil ik doen met ons verlengsnoer. Alleen die CEE contrastekker, ja, die past niet in ons plaatje. Maar daar heb ik gelukkig wel een andere oplossing voor. En dat is deze. Die ga ik even laten zien. Dit is een adapter en die gaat van CEE naar een gewone stekker voor 230 volt. Zeg maar de normale stopcontact en de normale stekker. En dit kan ook een hele handige accessoire zijn op campings. Waar je dus soms een verlengsnoertje aan wil leggen. Deze druk je erin en je hebt hier gelijk, ja, je 230 aansluiting. Het plaatje staat aan. En de uitdaging van vandaag gaat worden om ronde pannenkoeken te bakken. Op een vierkant plaatje. Vaste kijkers die weten het misschien. Ik heb ooit eens een keer vierkante pannenkoeken gebakken. Omdat het een vierkant plaatje is. En dat was hartstikke lekker en hartstikke makkelijk. Want die kun je heel makkelijk oprollen. En perfect om te doseren. Stroop er tussen appeltjes te doren. Ja, en toch hebben we daar commentaar op gekregen. Pannenkoeken horen niet vierkant te zijn. Die moeten rond zijn. Nou, dat ga ik dan proberen vandaag. Wilma die komt er inmiddels ook aan met de gebakken appeltjes. En dan ga ik hem even laten zien. Dit is de eerste ronde pannenkoek die ik heb gebakken op het vierkante plaatje. En ik moet zeggen, ik ben niet echt ontevreden. Nee, is aardig goed gelukt, hè? Vind ik wel, ja. Moet je daar geen stroop overheen? Oh, vergeten. Dat is dom. Ja. Maar ook wel lekker. Als wij vroeger ronde appelschijven maakten en dat op de pannenkoek legden, dan ging er altijd mis. Dan gingen ze er doorheen of ze zaten niet lekker en niet mooi rond. En sinds die tijd snij ik gewoon een appel in stukjes en die bak ik in de pan met wat suiker en kaneel. En dat is eigenlijk nog wel lekkerder dan gewoon een appelschijf erin. Pannenkoek 8 en dat is de laatste. En mooier dan dit ga ik ze niet krijgen. Waar ik nu nog even benieuwd naar ben, is hoeveel stroom dit gekost heeft. 8 pannenkoeken bakken. Ik ben met 100% accu begonnen
En als ik op de app kijk, dan zie ik dat hij nu op 75% zit. Dus zeg maar 25% accu heeft dat gekost. Omgerekend is dat ongeveer 37 ampère. Nou, prima. Die laden we morgen wel weer bij. Dat was heerlijk. En nu zien we die troep allemaal weer wegkrijgen hier. Ja, de hele uitstalling hier. Gaan we er weer een camperplek van maken in plaats van een camping. Ja, over 5 minuten is dit allemaal weg. Alles alweer opgeruimd, behalve onze 2 stoeltjes natuurlijk. Want we blijven nog even lekker buiten zitten. De temperatuur is nog goed, de zon is bijna onder. Maar met deze temperatuur kun je gewoon lekker lang buiten zitten. En als het dan straks frisjes wordt, ja, dan gaan we wel naar binnen toe. En dan zien we jullie morgen weer terug voor een nieuwe dag. Daar is die, de nieuwe dag. En een zomerdag. We zijn niet meer anders gewend tegenwoordig. We schrijven erbij op ons lijstje van mooie dagen dit jaar. Vandaag is het tijd om wat boodschappen te doen. Belloes heeft een winkeltje, maar dat is wel een heel klein buurtsupertje. We hebben iets meer nodig, dus we willen wat meer keuze hebben. We pakken de fiets en we fietsen even naar Beniganim. 4,5-5 kilometer fiets ongeveer dus. Dat moet te doen zijn. Maar voordat we gaan, gaat Wilma nog even een kijkersvraag beantwoorden. De kijkersvraag is, waar laten jullie jullie helmen als jullie gaan wandelen of op een terrasje gaan zitten? Nou, dat is heel makkelijk. Wij stoppen ze in de fietstas. En elke kant eentje, verbonden met dit kabelslot. Die gaat ook nog even hier door de bagagedrager. En dan hopen we dat onze dure helmen toch voldoende beschermd zijn om niet zomaar mee te nemen. Ja. En dan gaat hij in de fietstas. We hebben iets gehaald, boodschappen, maar ik wil hier ook iets achterlaten. En dat is iets van deze bende op mijn hoofd. Hier zit een kapper en ik ga eens even kijken of dat nu direct kan of dat ik een afspraak moet maken. Helaas, het is maar een eenmaalzaakje en hij heeft nu geen tijd. Maar vanmiddag om 4 uur wel, dus dan gaan we vanmiddag nog een keer hier naartoe fietsen. Jullie weten natuurlijk wel dat mijn Spaans niet zo goed is, maar ik weet wel dat korte knippen is. En ik heb thuis een foto gemaakt van hoe ik toen van de kapper terugkwam. En die laat ik hem gewoon zien. En dan komt het vast wel goed. Nou, kijk maar eens even goed. Ziet dat het hetzelfde uit als toen ik pas wegging? 7 weken geleden? Ik geloof het wel, hè? Het is in ieder geval weer netjes. Ik wil nog even een tip laten zien van het cassettetoilet. Soms dan heb je wel eens dat het heel strak gaat, het open en dicht doen van de schuif. En zeker als je van binnenuit dat moet doen met de draaiknop. En daar heb ik het volgende op gevonden, namelijk heel simpel, gewoon siliconenspray, een spuitbusje. Het enige wat ik hoef te doen is de schuif eraf. Dan spuit ik een keer wat siliconenspray erop, op het rubber, schuif er weer op
hakken heen en weer. En hij gaat weer als een speer. En zo simpel kan het zijn. Gewoon een spuitbusje siliconenspray. Ik heb, terwijl ik het vuil aan het rapen was, even de was liggen weken. Ik heb even een paar handdoeken wat fris gemaakt. Ja, echt schoon wordt het niet, dan moet je wel naar de wasserette. Maar voor nood is het wel even goed zo. Het is vandaag vrijdag en ik ben heel benieuwd hoeveel Spanjaarden dit weekend ook komen genieten van dit prachtige plekje. Ja, de weersvooruitzichten voor het komend weekend zijn ook nog steeds hartstikke goed. Zonnig, wolkeloos, 25 graden temperatuur wordt er verwacht. Maar na het weekend dan schijnt er toch een weersomslag aan te komen. Dan wordt het ja, een stuk frisser, komt een koufront over Spanje heen. En dan lijkt het echt gedaan met de extreme temperaturen die we op dit moment hebben. En dan kan Spanje zich langzaam op gaan maken voor de winter. En wij natuurlijk ook. Zover is het gelukkig nog niet. Alles staat klaar voor weer een heerlijke dag. Lekker genieten in de zon. We hebben verder geen plannen vandaag. Gewoon heerlijk genieten van het prachtige weer. Inmiddels is het dus weekend. En ik moet zeggen, het valt erg mee hoor, met de drukte. Zijn er plekken genoeg? Ja, er zijn wat Spanjaarden. De barbecues die roken volop. En wij vinden het eigenlijk alleen maar heel erg gezellig. Deze video gaan we afsluiten met wat dronebeelden die ik heb gemaakt van de Stuwdam en het Stuwmeer. Hopelijk vond je deze video weer leuk en graag.